Voor de kust van Ierland is een vissersboot uit Zeebrugge gezonken. De bemanning had kort voor de middag een noodsignaal uitgezonden omdat het schip veel water binnenkreeg. Het had 6 bemanningsleden mee. 4 van hen werden meteen per helikopter van boord gehaald door de Ierse kustwacht. De andere 2 probeerden het schip nog te redden, maar toen duidelijk werd dat dat niet zou lukken en de boot te veel water maakte, zijn ook zij in veiligheid gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er is misgelopen.